Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal. Ik ga de sterrenbeelden doen. Ik ga twee kaarten voor elk sterrenbeeld doen. Ik begin met de aardeteken, stier, maag en steenbok. Dus ik ga eerst een sleutelkaart trekken voor jullie. En daarna doe ik een wijsheid van het orakelkaartje erbij als verduidelijking. Dus laten we beginnen. Beginnen bij de aardetekens. Vergeet niet te liken, te abonneren, zodat je steeds weet wanneer ik wat post. Dus laten we nou beginnen met de stier. Wat voor kaart komt er voor de stier, voor de aardetekens eruit? En die ga ik dan lezen en dan met de verklarende kaart. De stier, voldoening. Dus er komt weer voldoening in het leven. Staat ook, dat is ook de aas van kelken. Dus een nieuw begin in de liefde voor de stier. Je kent je eigen sterkte en zwaktes en ziet ook die van anderen. Je laat je niet meer gebruiken en hebt geleerd je te ontwikkelen op je eigen tempo. Door te onthaasten bezit je nu de macht en de kracht waarmee je het hoogste geluk in jezelf kan vinden. Je hebt iets moois bereikt en je voelt je terecht gelukkig. Er zijn nieuwe plannen, ideeën die volop bezielen. Praat over het uitbroeden van jouw concepten met gelijkgestemde zielen. Laat ze delen in de vreugde, de ervaring en de kennis. Maar blijf waakzaam voor de afgunst van zij die jou het geluk niet gunnen. Dus er zijn mensen die afgunstig zijn op jou. Dus een nieuw, misschien voel je veel meer liefde voor jezelf ook. Je hebt iets moois bereikt of je gaat dat gauw bereiken. De balans en evenwicht in jezelf. Dat heb je allemaal zelf op je eigen tempo gedaan. Ik ga even verklarende kaarten erbij trekken. Dus komt er voldoening in je leven? Geluk en harmonie komt weer in je leven? Of is er al aanwezig? Je hebt heel veel geleerd ondertussen. Ja, boodschap in een fles. Misschien ontvang je heel goed boodschappen van het universum of er komt een bericht naar je toe die jou verder helpt. Waar je op wacht, misschien het begin van een nieuwe liefde. Dat iemand, ziet ook een telefoontje erin, dat iemand jou gaat bellen of een e-mail stuurt of een appje. Dus, en dat zou meer voldoening geven en rust geven en komt alles weer in harmonie in jouw leven. Dus heel mooi voor de stier. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de maagd. Laten we kijken, een kaartje, sleutelkaartje voor de maagd. Wat mag ik daarbij doorgeven? Voor de maagd. Oh, deze wil eruit. Gezelligheid. Vier van staven. Kan ook een union zijn als je op zoek bent naar een gelijkgestemde, een tweelingziel, vreugde, harmonie, plezier, gezelligheid. Je kan de doorgemaakte periode afsluiten en even rust nemen. Bereid je voor op een nieuwe fase in je leven. Een fase waarop je een andere route dient te volgen dan deze die je in gedachten had. In je hart weet je wat je wilt, maar oude denkpatronen weerhouden je ervan je hart te volgen. Laat los, ontspan. Wees niet bang en sta open voor verandering en vernieuwing. Toon je ware persoonlijkheid en benut je talenten. Maak van je huis een gezellig thuis en geniet volop van de kansen en uitdagingen die naar je toe komen. Vertrouw op dat je niet teleurgesteld zult worden en geniet onbekommerd van het leven. Ja, dat betekent ook als je niet bijvoorbeeld geen tweelingziel hebt, maar dat je heel gelukkig bent, een heel fijn thuisleven, dat je echt, ja, dus helemaal in vreugde bent en harmonie met jezelf, met andere mensen. Zeg maar thuiskomen in jezelf. En het is na een periode van chaos en conflict, ga je dus, deze periode ga je dus afsluiten. Dus rust nu even uit. Dus je hebt heel veel chaos en conflicten gehad en breekt een nieuwe fase aan. Dus een nieuwe route. Dus volg ook je hart.
Dus laat wel eens los, het oude, de conflicten en de chaos in je leven. En dan komt er een leukere periode aan in je leven, maagd. Goed, het was de maagd. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de volgende groep is de steenbok. Kijk wat voor sleutelkaart ik mag meegeven. Dat is te veel. Ik wil er één. Ik wil er maar één. Deze steekt er bovenuit, die neem ik. Vooruitzicht. Nieuwe zaken, nieuwe kansen. Dus de page. Iets waar je passie voor voelt, dat komt. Waar je momenteel mee bezig bent, boeit je echt niet meer. Je bent toe aan de vernieuwing en een avontuur. Weet dat je verantwoordelijkheden hebt en die je niet zomaar van je kan afschudden. Je dient nu eerst af te maken waar je mee bezig bent. Dan is het tijd om de balans op te maken voor jezelf. Wat heb ik? Wat mis ik? Wat wil ik nog bereiken? Laat je op met wat je hebt, een bundel van krachten, zodat je sterk genoeg bent om alles aan te durven. Verruim je horizon en spoor jezelf aan om ongekende gebieden te gaan verkennen. Je zal inspanningen dienen te leveren, maar erna beloond worden met een gevoel van voldaanheid, waardering en erkenning. Geef het beste van jezelf en dan zal je ook het beste mogen ontvangen. Dus gepassioneerd met iets nieuws beginnen. Want waar je nu mee bezig bent, dat boeit je niet meer. Je bent eigenlijk toe aan vernieuwing en avontuur. Maar je zit nog wel in het oude verantwoordelijkheden die je niet zomaar van je af kan schudden. Dus je moet iets afmaken waar je mee bezig bent. En dan krachten opbundelen en dan meer vooruit gaan. Verklarende kaart hierbij. Ja, en weet dat het, je denkt misschien dat het niet voor jou is. Maar al die nieuwe kansen is wel voor jou bestemd. Dus je denkt dat het gelukskoekje niet voor jou is, maar het is gewoon, eigenlijk moet je iets afronden, iets van je afschudden. Kun je weer vooruit, kun je weer de balans opmaken, komen nieuwe zaken, nieuwe kansen voor jou. Misschien wel een hele nieuwe zaak, misschien ander werk. Dus je hebt eigenlijk een heel leuk vooruitzicht, iets waar jij echt passie in kan steken. Dus het is wel voor jou bedoeld. En dat gaat ook zien, hè, dat het ook voor jou bedoeld is, steenbok. Goed, want je kan het beste, zie je dat toch bij het beste mag verwachten. Dus het komt dus echt eraan. Goed, dit was het voor de aardetekens. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! Hallo, luchttekens. Ga voor jullie kaartje doen. En dat is voor het beginnen bij de waterman. En daarna komen de tweelingen en dan de weegschaal. Waterman, laten we kijken. Wat voor kaart en sleutel ik mee mag geven voor jullie. Jullie hebben dus leergierigheid, nieuwstuding, aanmoediging. Dus misschien, je bent echt leergierig, waterman. Misschien heb je af en toe wat aanmoediging nodig. Misschien een nieuwe studie gaan beginnen. Iets waar jij dus voor wil inzetten. Misschien wordt het je aangeboden door iemand. Dit is de Page of Pentacle. Hier staat, zonder je niet af en zoek de warmte en gezelligheid op van familie en vrienden die je dierbaar zijn. Je bruist van ideeën, jouw projecten krijgen structuur en kunnen nu uitgevoerd en verwezenlijk worden. Wees ontvankelijk voor de hulp en aanmoedigingen van anderen en luister naar de adviezen die je krijgt. Ga moeilijke beslissingen niet uit de weg. Analyseer, inventariseer
en bekijk wat nodig is om tot een oplossing te komen. Werk vol overgave en passie vanuit je hart. Dit zal leiden naar een leven vol creativiteit en plezier. Geniet ervan. Dus wat ik eruit begrijp. Je hebt heel veel ideeën. Maar je moet ze misschien nog allemaal uitvoeren. Ga moeilijk beslissen niet uit de weg in ieder geval. En werk voor overgave en passie vanuit je hart. Misschien een nieuwe studie. Misschien heb je wat aanmoediging nodig voor iemand in je omgeving die misschien op je pad komt. Of misschien al in je leven is. Wat nog meer? Ja, oost-west. Ja, thuiskomen bij jezelf. Je happy voelen in je eigen thuissituatie. Ook wel dat je heel gelukkig gaat worden in de toekomst. Misschien ben je al heel gelukkig hoor. Maar je gaat misschien nog gelukkiger worden. Maar misschien omdat je ook een nieuwe studie gaat doen. Misschien dat iemand je aanmoedigt in. Ga je misschien heel nieuwe dingen uitproberen. Iets waar je echt je passie in ligt. En waar jij dus echt van kan groeien in je creativiteit. En veel meer plezier kan hebben. Iemand die waar je thuis bij voelt. Die komt misschien op je pad. Of die is al op je pad. En die geeft je alle liefde, aanmoediging. Iemand die jou echt naar je omkijkt. Echt waar je denkt, nou nu kom ik thuis bij iemand. Nu ben ik thuis in wat ik wil doen in deze nieuwe studie. En ga je de ideeën die je hebt op je pad, ga je dus uitvoeren. Dus wees als degene dan komt misschien. Neem die hulp dan aan van die persoon. En luister naar de adviezen. Dat zal je heel ver brengen, Waterman. Goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo tweelingen, laten we een sleutelkaartje trekken voor jullie. Wat wil het universum jullie doorgeven? Wat voor sleutel? Nou, vooruitzichten, nieuwe zaken, nieuwe kansen. Eigenlijk hetzelfde als bij de steenbok. Dus waar je momenteel mee bezig bent, boeit je niet meer, staat er. Je bent toe aan vernieuwing en avontuur. Je weet dat je verantwoordelijkheden hebt, dat je niet zomaar van je af kan schudden. Je dient nu eerst af te maken waar je mee bezig bent. Dan is het tijd om de balans op te maken voor jezelf. Wat heb ik, wat mis ik, wat wil ik nog bereiken? Laat je op met wat je hebt en bundel je krachten zodat je sterk genoeg bent om alles aan te durven. Verruim je horizon, spoor jezelf aan om ongekende gebieden te gaan verkennen. Je zal inspanningen dienen te leveren, maar erna beloond worden met een gevoel van voldaanheid, waardering en erkenning. Geef het beste van jezelf, dan zal je ook het beste mogen verwachten. Dus waar je mee bezig bent, dat boeit in ieder geval niet meer. Je wil eigenlijk aan een nieuw avontuur beginnen. Maar je zit nog met bepaalde dingen waar je echt verantwoordelijk voor bent. Dat kan je niet zomaar van je afzetten. Dat moet je eigenlijk afmaken. Dus je moet je misschien ook nog wat opladen. Zodat je sterk genoeg bent om alles aan te durven. Maar je verlangt wel om ongekende gebieden te gaan verkennen. En je inspanningen worden dus beloond. En je mag straks het beste gaan ontvangen. Dus een heel mooi vooruitzicht voor de tweelingen. Ja, je moet misschien tot het uiterste gaan om het te bereiken. Omdat jij waarschijnlijk veel moeilijk vindt om het oude van je af te schudden. En je staat wel op een rand van zal ik springen, zal ik niet springen.
Kan op ook op gebied van liefde zijn, maar kan ook misschien met nieuwe kansen zijn. Misschien iets zakelijks, dat kan ook. Dus ja, er ligt eigenlijk een nieuw pad voor je open. Maar voordat je kan springen, moet je eerst wat afronden. Dus dat vergt heel veel energie. En dat kan je niet zomaar van je afschudden. Dat is best wel lastig. Maar ja, ga tot het uiterste. Doe je best om dit te bereiken. Goed, dit was de boodschap van tweelingen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo weegschaal. Kijken of de kaart er voor jullie uitkomt. Oké. Jullie hebben de kaart ontmoeting. 2 van bekers. Oh, dat is mooi. Samen zijn, relaties, verliefdheid. Kom op voor jezelf en stoor je niet aan de mening van anderen. Te lang heb je jezelf opgesloten. Ga op avontuur en verleg je grenzen. Je hebt daardoor geen goedkeuring nodig. Denk aan jezelf. Ontdek nieuwe vermogens. Benut ten volle je talenten. Want je kan veel meer dan je denkt. Geniet en sta open voor alle prettige dingen. Op anderen maak jij een blije en tevreden indruk. Dus accepteer dat er mensen zijn die jou aardig vinden. Om je zijn. Geniet van het leven. Ga naar plaatsen of bijeenkomsten waar je nieuwe mensen kan ontmoeten. Laat je onbezorgde kant zien. Nodig vrienden uit en schenk gewoon weg vreugde. Dus als je niet op zoek bent naar liefde, kan er dus heel leuke vrienden op je pad komen. Die je ook die liefde gaan geven. Maar het kan ook zijn dat je echt een partner vindt. Dat is 2 van bekers. Dat is wel echt wel een gelijkgestemde. Een zielsverwant. Een soulmate. Dus ga op avontuur. En luister niet te veel naar de ander. Je hebt misschien te vaak opgesloten gezeten. Dus tijd dat jij dus gaat genieten. Dus voor alle mooie dingen op je pad. Zijn er echt mensen die jou echt aardig vinden. En ga dus naar de plekken waar je nieuwe mensen kunt ontmoeten. Of nodig vrienden uit. Speciale leuke vrienden. Ja, met sommige vrienden kan je echt een relatie en verliefdheid mee opbouwen. Dus echt een geliefde ontmoeten. Ja, denk niet dat je denkt van, nou, het lot is dat ik mezelf opsluit. Nee, dat is niet jouw lot. Lot is dat jij dus heel veel liefde en geluk aantrekt. Dus ga erop uit. Weegschaal. En jij hoeft er niemand goedkeuring om erop uit te trekken en mensen te ontmoeten en te genieten van het leven. Dus tijd dat jij dus weer onder de mensen bent en weer verliefd wordt en misschien een relatie krijgt. En misschien je soulmate gaat ontmoeten. Dus houd de moed erin, hè? Sluit je niet meer op. Wees geen kluizenaar. En laat je door niemand tegenhouden. Door meningen van anderen. Je bent misschien best wel gevoelig voor meningen van anderen. Dus dan mag je eens grenzen aanstellen van dat wil ik niet meer. Die mensen passen niet meer. Ik ga nieuwe mensen ontmoeten. Die beter bij me passen. Die mij echt vreugde geven in het leven. Goed, dit was voor de weegschaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de volgende groep zijn de vuurtekens. We beginnen met de ram, dan krijgen we de leeuw en daarna de boogschutter. 2 kaartjes, wat voor sleutel mag ik meegeven? Namens het universum. Deze rolde echt uit. Nou, de ram, die krijgt succes. Voldoening in het leven, 9 van pentakels. Ik zie ook klavertjes, dus klavertje 4. Geluk. Dus succes, vervulling, luxe en voltooiing. Overvloed.
Je geest is sterk, maar je lichaam heeft rust nodig. Dus ram rustig aan. Maak je hoofd leeg, mediteer en stel je hart open voor nieuwe ervaringen. Ontdek en erken je werkelijke verlangens en weet dat dit het vertrekpunt is van waaruit jij op verkenning kan gaan en waarop jij de toekomst kunt bouwen. Zet een punt achter datgene waar je onvrede mee hebt. Geef jezelf ruimte en bevrijd je van knellende banden. Lees, knutsel, ga op reis, doe iets creatiefs en maak niet uit wat. Als je maar iets doet dat voor jezelf is, hou vooral van jezelf. Want dat is het fundament en de basis van geluk. Doe ook eens eens gek, hè? En koop een loodje. De kans dat je iets wint is groot. Dus ja, er komt dus zelf ook succes, Ram. Maar je lichaam hebt wel rust nodig. Dus je hoofd zit misschien vol. En je moet iets nieuws misschien gaan ervaren. En stel je hart ervoor open. Ja, je gaat op verkenning voor misschien een hele andere toekomst. Met veel meer vervulling, veel meer wensen die uitkomen, voltooiing van iets. Dus bevrijd je van knellende banden. En ga lekker ontspannen, iets leuks doen. En vooral houden van jezelf. Dus heel veel succes, Bram. Klaar de kaart hierbij. Hè? Nou ja, ik doe deze weg. Maar ja, melk en honing. Wij blijven ademhalen. Blijf rustig. Ja, het land van melk en honing wacht op jou. Ja, dat is inderdaad heel veel succes. Baden in de wilde. In de luxe. En heel veel geluk. Echt onafhankelijk ook van iemand. Echt los van knellende banden. Dus echt genieten van wat het leven jou brengt. En belangrijk is om te houden van jezelf. Zodat je dit jezelf ook gunt. En stel je ervoor open. Lieve Ram. Ja, ik mag meer gek doen ook. Ik mag echt genieten. Genieten van dat bad. Doe dat ook. Goed, dit was de boodschap van Ram. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Doeg. Hallo, lieve Leeuw. Ik ga een boodschap doen voor jullie nou. Kijken wat voor sleutel ik jullie mag meegeven. Voor de Leeuwen. De kaart mag er uitkomen. Nou, deze steekt er bovenuit, die neem ik. Is voor deze schuldgevoel. 9 van zwaarden. Twijfels, bezorgdheid. Dus je zit ergens mee. Je hebt een schuldgevoel. Hier staat, je zit momenteel in een verwerkingsproces en je voelt je neerslachtig. Daarom is het nodig om meer tijd voor jezelf te nemen en te relaxen. Ontspan, ga naar de sauna of doe eens een wellness. Voel je niet schuldig, want hoe sneller jij door dit proces heen bent, hoe eerder jij terug de ruimte en de kracht hebt en in de stemming bent om doelgericht te kunnen werken. Je zal nieuwe inzichten krijgen en nieuwe poorten zullen opengaan. Strategisch kan jij zo verder bouwen aan de toekomst. Je dromen zullen een beetje voor beetje werkelijkheid worden en je wensen zullen in vervulling gaan. Maar eerst moet je daarvoor nog enkele beproevingen in het proces doorstaan. Dus er kunnen beproevingen nog komen voor de Leeuw. En we zitten nog steeds in een verwerkingsproces. Voel je neerslachtig. Dus het is tijd om rust te nemen en te relaxen. Leuke dingen te doen. Ga erop uit. Ja, voel je niet schuldig als je pauze neemt. Je hebt misschien ook slapeloze nachten. Je ligt ergens wakker van. Dat is de 9 van zwaarden.
Dus je moet doelgericht gaan werken, je gaat nieuwe inzichten krijgen, zodat er nieuwe poorten open gaan. Zodat er weer nieuwe dingen beetje bij beetje werkelijkheid worden en je wensen in vervulling zullen gaan. Dus hou rekening mee dat er nog iets kan komen, een beproeving. Geen leuk vooruitzicht natuurlijk. Maar goed, ja, er is nog iets nu, ja, er is iets nog niet voltooid. En daarom dat mag je verwerken. Dus het is tijd dat je dit gaat voltooien. Maar eerst even rust nemen en relaxen. Dus als je rust neemt, moet je echt niet schuldig voelen. Je moet echt misschien even op krachten komen, nieuwe inzichten krijgen. En dan gaan echt die poorten open voor je. Dus ja, en dan is de symfonie klaar, hè? Dan is het klaar, dat is afgerond. Goed, dat was voor de leeuw. Tot de volgende keer. Doeg! Oké, de boogschutter. Wat voor kaart mag ik meegeven voor de boogschutter? Oh, dat zijn er te veel. Eentje graag. Eén kaart voor de boogschutter. Zijn dat er één? Ja, dat is één. Nou, die is heel mooi. Geluk, rijkdom, vruchtbaarheid, gezondheid. Dat is ook het aas, nieuw begin. Stabiel nieuw begin, misschien met werk, kan ook. Dus de aas van pentakels. Je hebt heel wat te bieden. Klavertje 3, maar ja, je zit ook klavertjes 4 bij, dus dat komt wel goed. misschien zie je er tegenaan, hè? Dus dat je bijna tegen het geluk bent. Je hebt heel wat te bieden. Je bent niet zomaar iemand. Maar een persoon die warm, hartelijk en geliefd is, toch voel je je onrustig. Want wat je eigenlijk zou willen, daar durf je niet aan. Om idealen achterna te gaan, moet je eenmaal zekerheden loslaten en angsten overwinnen. Neem tijd, maar achterhaal waar je bang voor bent en wat je zwakte is. Ga wandelen in de natuur, wees stil, mediteer en zoek naar antwoorden. Zet angsten om in kracht, zodat je gevoel van eigenwaarde kan groeien. Het is een ideale periode om te ondernemen. Het geluk staat aan jouw kant en je inzet zal beloond worden met erkenning en waardering. Wees er dankbaar voor. Dus echt, je bent een warm persoon, boogschutter. Hartelijk, geliefd. En toch ben je onrustig. Je durft iets niet aan en dat is een kwestie van loslaten van de angsten. De angst overwinnen. Dus ja, je mag op onderzoek waar je nou bang voor bent en wat je zwakte is. Het kan ook zijn dat er dingen uit je jeugd zijn, hè? Of uit het vorige leven. Dus zover kan dat ook gaan. Dus ga de natuur in. Dus angsten omzetten in kracht. En ja, je mag dus meer houden van jezelf. Je mag meer de waarde inzien van jezelf. Misschien iets ondernemen, een zaakje of zo, of ja, iets anders. Dus jouw inzet wordt wel beloond. Je krijgt wel de erkenning en de waardering. Goed, kijken wat voor kaart erbij komt voor de boogschutter. Flexibel, ja, wees flexibel. Misschien ben je wel iemand ja, die zich een beetje vasthoudt aan oude patronen, wat je onrustig maakt. Want er wil iets nieuws komen. Kijk, een nieuw begin wil er komen. Je staat er eigenlijk bovenop met de handen. Je hebt misschien heel lang in die doolhof gelopen. Je moet echt die angst overwinnen, hè? Dus flexibel met het nieuwe, wat er wacht, met nieuwe geluk, nieuwe start, moet jij omgaan. Er wacht echt iets nieuws op jou. Dus zet die angsten overboord, hè?
Ja, laat je meestromen, hè? Ga mee met de flow. Want er wil echt iets komen. Dus ga niet meer in je angst zitten. Je krijgt echt die beloning. Het geluk komt echt jouw kant op. Dus ga niet dezelfde patronen meer lopen. Goed, dit was voor de boogschutter. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Nu gaan we de watertekens doen. Beginnen bij de vis, kreeft, schorpioen. Ik begon hier even een lichtje te flikkeren. Maar goed, we gaan beginnen met de vis. Wat voor boodschap voor de vis? Bedrog. Oh. Zeven van zwaarden. Er is iemand die al wil, ja, die misschien een beetje vals is tegen jou. Geniepig, listig. Misschien heb je ermee te maken gehad, vis. Vissen zijn natuurlijk hartstikke gevoelig. Ja, kom tot jezelf en maak je geest leeg. Enkel op die manier zal jij de kracht en inspiratie vinden die nodig is om een alledaagse sleur te doorbreken. Leg jezelf in de weegschaal, beoordeel en wees open en eerlijk daarover. Probeer zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen met positieve gedachten. Neem geen overhaaste impulsieve beslissingen en weet dat je ook de hulp van anderen mag vragen. Je hoeft niet alles zelf of alleen te doen. De vooruitzichten op de toekomst zijn goed, ook al twijfel jij daarover. Geloof en heb vertrouwen, want alles komt goed. Dus ja, je geest zit waarschijnlijk een beetje vol, je hoofd, een beetje vol hoofd. Dus die mag je leegmaken. Je zit waarschijnlijk in een hele erge sleur, waar je echt niet happy bij voelt. Beetje valsheid, gliepigheid is in je omgeving. In ieder geval, je moet eigenlijk meer duidelijkheid scheppen, positieve gedachten hebben. Misschien ben je soms een beetje impulsief. Doe dat niet overhaast. In ieder geval, neem geen overhaaste beslissingen. Want de vooruitzichten in de toekomst zijn goed. Ook al heb je grote twijfels. Misschien twijfel je overal wel aan. Dus heb vertrouwen, geloof erin, want alles komt goed. Nou, ik ga het er toch al twee in pakken, want ze ligt echt duidelijk naast elkaar. Ja, blijf in ieder geval rustig. Je voelt je misschien eenzaam. Misschien ook wel eenzaam in een relatie. Misschien heb je helemaal niet zoveel gelijkgestemde mensen op je pad. Misschien heb je wel mensen die vals waren, geniepig en listig waren, uit je leven gezet. Dat kan. Want die passen dan niet meer. Ja, gebruik je fantasie en maak iets moois van je leven. Dus ja, ga uit die eenzaamheid en ga iets moois maken. Want je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Je voelt je eenzaam waarschijnlijk. Want de toekomst ziet er goed uit. Fantaseer alvast over die mooie toekomst. Want als je te fantaseren, dan kan je het ook creëren voor jezelf. Dan kan je echt, ja, zie je een heel mooi leven voor je. Dan kan je het ook manifesteren. Dus vissen, ja, zet hem op, hè. En jullie zijn gevoelsmensen. Ja, soms moet je die mensen uit je leven zetten. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo lieve kreeften, hoe gaat het met jullie? Ik ga een kaartje trekken voor jullie, een sleutelkaartje. Kijken wat de boodschap er voor jullie uitkomt. Oké, twee van staven. Kan zijn dat je keuze moet maken. Maar hier staat twist, meningsverschil, debat, treurigheid.
Is ook nog prikkeldraad. Ziet er niet zo leuk uit eigenlijk. Dus steeds heb je geprobeerd om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. En dit heeft heel veel energie gekost. Je voelt je vermoeid, futloos en staat wat onverschillig ten opzichte van het leven. Breek uit je cocon en laat zien wat je kunt. Maak keuzes, doe wat voor jou belangrijk is en vergeet de rest. Stel je behoedzaam, je hart open en volg jouw gevoel. Laat lichaam en geest met elkaar communiceren en heb geen angst. Vertrouw, grijp kansen, zet woorden om in daden. Concretiseer je dromen. Overtuig jezelf, ga ervoor en weet wat je moet doen om succesvol te zijn. Dus ja, je bent misschien bezig om aan de verwachtingen van andere mensen te voldoen. En dat heeft wel energie gekost. Misschien ruzie met mensen, twisten, meningsverschillen. Zit jij een beetje in een kokonnetje. Misschien sluit je eigenlijk wel een beetje op achter dat prikkeldraad. Zit je veel thuis, een beetje kluisenaar. Maar je mag laten zien wat je kunt. Maak goede keuzes en vergeet de rest. Stel je hart open en volg jouw gevoel. Dus luister goed naar lichaam en geest. Grijp je kansen, in ieder geval. En ga je droom achterna. Ja, ga ervoor, weet wat je wilt. Dus ga uit je treurigheid. Maak keuzes in het leven. Misschien met andere mensen die beter bij je passen. Dus sommige mensen die doen niet jouw verwachtingspatronen. En dat kost je energie. Ja, het universum helpt in ieder geval. Je gids helpt je. Je geeft jou een steuntje in de rug. Je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Dus ga de natuur in. Ga weer contact maken misschien met andere mensen. Maak keuzes wat belangrijk is voor jou. En vergeet de rest. Je wordt ondersteund. Die moederbeer helpt die kleintje, hè? Draag op de rug. Dus je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Dus weet dat je succesvol kan zijn, Kreeft. In ieder geval, dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo, lieve schorpioen. Ik ga even kijken wat voor sleutel ik mag meegeven. Nou, dat is 2. Ik doe de 1. Anders wordt het te veel, dat is niet eerlijk. Deze steekt er bovenuit. Ja, 5 van zwaarden. Ja, angst. Er zit een angst. Misschien zit je met de handen in je haar. Zie onder ogen dat oude waarheden en ideeën je niet verder brengen. En dat je het anders dient aan te pakken als je resultaat wil boeken. Hou jezelf niet langer voor de gek en blijf niet hangen in tweeslachtigheid. Want dat geeft alleen maar een onbevredigend gevoel. Angst voor veranderingen weerhoudt je om te accepteren dat wat jij anders wilt. Neem tijd en ontdek wat je verlangens zijn. Wees niet bang om afgewezen te worden. En zie welke kwaliteiten je hebt. Kansen komen niet voor niets op je pad. Ga erop in voor het te laat is en laat... En je spijt krijgt, probeer niet langer tegen de stroom in te worstelen. Maak het jezelf niet zo moeilijk. Geniet ongecompliceerd van je leven. Dus je zit een beetje met angst, schorpioen. Omdat je zit misschien van oude waarheden en ideeën die brengen jou niet verder. Dus hou je niet lang voor de gek. Je zit er eigenlijk met een onbevredigend gevoel. Dus stijf voor verandering. Ga eens na, waar verlang jij naar? En wees niet bang om de mensen je afwijzen. Jij hebt ook je mooie kwaliteiten. En er komen steeds kansen en pak ze dan, hè?
pak ze. Het universum geeft jou kansen. En probeer niet tegen de stroom in te zwemmen. Want zo wordt het steeds moeilijker. Tijd dat jij dus een ongecompliceerd leven krijgt. Kijken wat ik hierbij mag doen. Ja, er zit chaos en conflict in je leven. Je weet niet meer eens dat je wie je bent eigenlijk op het ogenblik. Een zebra of een giraf. Hier moet je uitkomen, hè? Ga uit die angst en onzekerheid. Dat zorgt alleen maar voor meer zorgen en conflicten en chaos in je hoofd. Probeer je hoofd wat leeg te maken. Worstel niet met jezelf. Ik zie echt heel veel worsteling. Je bent misschien bang voor het nieuwe. Voor verandering. Misschien past het niet helemaal in je straatje. Misschien ben je het ook niet gewend. Dat geeft jou onzekerheid. Dus ga met de flow mee. Ga hier niet tegen in verzetten. Dus ga, maak het echt niet moeilijk voor jezelf. Ga, als je steeds tegen de stroom in zwemt, dan gaat het steeds moeilijker. Dus geniet van een leven wat veel fijner is als je uit die chaos en conflict komt. Dus ja, pittige boodschap voor de schorpioen, maar het is niet anders. In ieder geval, tot de volgende keer. Doeg!